Wij zijn Marijn Vertiel en Pascal Vertiel. We komen uit een gezin van 5 kinderen. Onze ouders hebben hier 700 meter terug een bedrijf gestart. En toen in 2000 hebben wij hier een nieuwe stal gebouwd met een carousel. Wij zijn in al die jaren gegroeid van een 100 naar 150 koeien tot 2015. Toen hebben wij hier deze nieuwe stal gebouwd. Dat was eind december 2014 was hij klaar en toen hebben wij de koeien erin gedaan. Een beetje met de filosofie van het kwotum gaat eraf, dan kunnen we een stap maken. Ook met toen de gedachte van dat een broer mee in het bedrijf zou komen. Dat we met 2 man een familiebedrijf hebben met een goede 300 tot 350 melkkoeien. Daar hebben we een paar jaar mee gedraaid met externe melkers. Dat is hartstikke goed verlopen, alleen we zaten met een probleem dat de carousel aan een vervanging toe was. 4 jaar geleden, toen we deze stal bouwden, toen hebben we wel rekening gehouden dat er eventueel robots in zouden komen met de constructie. Omdat wij toen de tijd wel iets hadden van we moeten wel kijken naar de toekomst en dat we alle opties openhouden. Wij molken altijd met personeel, 12 uur per dag. Het was een hele arbeidsintensieve klus. Versleten was, er kwam op een gegeven moment de optie van of we gaan een nieuwe draaikarousel met personeel melken of we gaan overstappen voor robots. Naar ons idee wordt personeel de aankomende jaren steeds moeilijker om en 's nachts te blijven melken en overdag te blijven melken. Dus toen kwam de optie van naar robots toe. En op dat moment hebben wij voor de Laval gekozen omdat wij daar een goed gevoel bij hebben. En naar ons idee de capaciteit en de behoeftes goed vervuld naar onze wensen. Ja, de keuze voor de Laval robot is gekomen. De Laval is met een nieuwe melkrobot gekomen. Wij zijn wezen kijken naar die robot. En wij zagen toen toevallig net een extreem koe binnenlopen met een gigantisch uier. En die fluitje van de cent hong je hem eronder. De gebruikservaring van die personen was eigenlijk al perfect. En die molk met de oude en de nieuwe de Laval robot. En toen hebben wij wat gesprekken gevoerd. En dat gaf ons zo'n goed en tevreden gevoel dat wij zeiden van, dat gaat er worden. Op dit moment melken wij 6 maanden met de VMS 300. Het gaat boven de verwachtingen. Binnen een maand hadden wij de productie al terug die wij in de carousel molken. Voorheen molken wij met personeel 12 uur per dag. En nu kunnen wij met z'n tweeën, zeg maar 's morgens 2 uur, hebben wij de grote stal compleet klaar. Verder naar de toekomst toe willen wij op de plaats waar de carousel en de wachtruimte voorheen zat een 6e robot zetten en op die manier het plaatje van het hele bedrijf rond te krijgen. De opstart en de begeleiding van de robots is gewoon perfect verlopen. We hebben een team van de Laval om ons heen gehad en het is gewoon chapeau, perfect. Het is gewoon prima verlopen. Zo moet het.